Wat dachten jullie? Jullie dachten iets anders, hè? Vandaag, mensen, zal ik eigenlijk gewoon mijn mening zeggen over Black Ops 3. Ik heb al één game gespeeld en holy shit, dat spel ziet er zo fucking sick uit. Dat spel ziet er gewoon ziek uit en mijn eerste matchje was redelijk goed, maar ook dat weer niet, maar het is mijn eerste matchje. En ik kan wel zeggen dat Black Ops 3 een redelijk moeilijke game is. De besturingen zijn een beetje anders, omdat je zo'n nieuwe features hebt. Je kan op de muren lopen, je kan een soort van zweven. En die features goed zijn voor een spel, alleen gaan we er een beetje moeten al wennen. Is het een dubbel? Dit is gewoon een dubbel kill. En ik hoop ook dat de belichting veel beter is dan... Oh my god. Ik verlangde zo naar jou, hier aan mijn zij. En de belichting is ook veel beter dan anders, want jullie zien het wel, de belichting komt zo. Want ik heb namelijk 3 softboxen gekocht. En die softboxen zijn ook wel een hele goede rol nu in mijn video's. En mensen, ik was zo overhyped omdat Black Ops 3 uitkwam. Vanmorgen ben ik namelijk opgestaan rond 8 uur, omdat ik dacht dat rond 9 uur de beta ging uitkomen, maar dat was ook zo. Maar Call of Duty had de beta een klein beetje vroeger gereleased, laten we zeggen. En ik moest namelijk 6 uur wachten, omdat het spel was aan het installeren. Er waren gewoon zoveel mensen dit spel aan het installeren tegelijkertijd. Dat de store eigenlijk overbelast was. En ik heb dus 6 uur niks gedaan. Ik kreeg 6 uur opeens een leven. Je hebt nu ook... Kijk, ik zal het gewoon tonen. Je hebt nu ook een soort van dubbele sensitivity. Bijvoorbeeld, verticaal is naar boven en naar onder. En horizontaal is van links naar rechts. Dus neem nu bijvoorbeeld dat jij zo'n beetje niet te rap naar links en naar rechts kijkt. En dan kan je dat gewoon aanpassen. Dat is gewoon leuk aan dit spel. Je hebt zoveel nieuwe features. Je hebt ook zo een soort van speciale aanval, dat noemen ze specialist. Je hebt een paar specialist aanvallen en ik heb er eentje van, die zien jullie rechts van onder. Een soort van 2 messen. En met die 2 messen kan ik namelijk een soort van speciale aanval doen en ik zal kijken of ik er nu 1 kan halen. Ja, ik heb 1, ik heb nu 1. Nu zal ik gewoon 1 doden met die specialist. Ik hoop gewoon dat ik 1 rap tegenkom. Ja, hier. Oh my god, waarom lukt het mij niet? En ik moet dit spel ook nog wennen. Oh my god. En ik moet dit spel ook nog wennen, want het is mijn tweede matchje. En ik weet nu al een paar dingen die jullie denk ik wel niet wisten. Voor de mensen die de beta niet hebben. Maar waar zijn die enemies? Ik wil die aanval tonen aan jullie. Daar is er één. Okay. Ja. Oh my... Nee. Dus eigenlijk... Het is nu... Nu is het eigenlijk gefaald. Maar kijk, nu loop ik op de muur en dat is echt nice in dit spel. Je moet gewoon de joystick naar voren inklikken. Maar als je dit spel zelf hebt, zal je dat wel zelf weten. Maar ik wilde gewoon mijn eerste indruk recorden. Oh my god. Nee. Ja. Ja. En ik heb ook al opgevallen dat je op dit spel heel veel leven hebt. Dat je redelijk veel moet schieten. En op de ene manier is dat wel leuker dan op de andere manier, want dan ga je niet erop dood. En... Oh my god. Die dude is zo'n robot. Ik heb nu terug deze aanval en deze aanval zal ik gewoon nog een keer proberen te tonen aan jullie. En dan zal ik de video afsluiten, want ik vind wel dat het potje al lang genoeg heeft geduurd. En het is ook bijna gedaan met de match. Dus waar zijn die enemies? Nee, kom aan, dit moet lukken. Ik heb nog maar 40 seconden en dan moet dit gebeurd zijn. Daarnet lukte het mij de hele tijd. Nu opeens lukt het mij niet meer. Ja. Ja, het is mij gelukt. Nice. Ik heb een dood. Ik heb ook een killstreak. En nu opeens ben ik dood door het water en elektriek. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet zeker geen like. Bij de 100 likes ben ik super gelukkig. Misschien kunnen we meer dan 100 likes halen zoals de vorige keer. Zou super nice zijn. Vergeet ook zeker geen comment achter te laten. En zal ik zeggen, tot bij de volgende video.